Dad. Van de 11 heeft tot en met het einde van de 11e passage telkens de sprinting op de aankomstlijn. En 12 ronden af te werken. La Fletting aan de Perkin, de beste alle dames een goede vaart toe en een behouden thuiskomst. Seconden ongeveer. Die pauze. Die worden geleid, dames en heren, door Valerie de Meij. Voor Tony Stad de Jong, van Sien van Steven en Lisa Boelhaar. Laatste ronde te rijden. Dus die hier bijrijden 25 seconden. Vooral heeft de naam nummer 9 Elke Komijnen, het nummer 12 van Chantal van Straten, Wie? Nog altijd met z'n drieën samen daar. Dus Lisa Bohart die aan de leiding komt, maar nu wordt de vrouw gestoond door. Dus Talita de Jong, dames en heren, daar een stukje. En het is even kijken, dus de Lisa Bohart. Dus op einde van de wedstrijd, aankomst, Adi V. Einde wedstrijd. Hier dus nog voor de verdere ereplaatsen kusten meemaken van Lisa Bohart. Algemene winnares Lisa Bohart heeft de bloemen. Algemene winnares voor Lisa Bohart, dames en heren. Winnares en provinciale titel, net zoals voor dit jaar te Roeselare. Ja, sinds
zes minuten op rij. Dus verleden jaar een viertal overwinningen, waarop we het provinciaal kampioenschap niet bijrekenen. Dus we moeten zeggen hier vandaag al die tweede zege naar het toe te trekken, naar het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Was ook de algemene favoriete voor de wedstrijd hier. Ja. Oh ja. En wat zullen we dan doen met die twee rijkers, Lisa? Eén voor de moeder en één voor de vader? Ja, en één voor op mijn kamer waarschijnlijk. Oké, dames en heren, prachtig applausje. Elke commende en hier de nieuwe trui, dat wordt omhoord door Jules van der Hunt, de voorzitter van de provincie West-Vlaanderen. Nog de medaille weten te omhorden aan Lisa Bogaert. Die applaus, dames en heren, voor ons podium. Voor dan ook elke komijne. Voor elke komijne. Als derde, tweede, Céline van Severen. En de algemene winnares en de nieuwe provinciale kampioene, Lisa Bogaert. Een applaus, dames en heren, voor het podium. Voilà. We gaan dus nogmaals in ieder bedanken. Doet het beter. Dank u. Ja.